Woensdag stond de eerste trainingsdag van NEC op het programma. Het trainingscomplex lag er schitterend bij. Er scheen een aangenaam zonnetje en de temperatuur was 18 graden. Terwijl de groep werd geleid door Pepijn Leinders, werkte Ted van der Pavert en Mohamed Rey individueel aan hun herstel. Vanaf de zijlijn keek Wilco van Schaik met optimisme vooruit op de rest van het seizoen. We hebben in de zomer gekeken of we daar de goede staf bij samen konden stellen. Nou, de optimale staf was toen niet samen te stellen. Waardoor Adrie het eigenlijk op zich heeft genomen. En nu kunnen we wel die ideale staf samenstellen. Hè, waarbij we zeggen, Adrie hebben we gehaald als een van de beste assistenten van Nederland. En nu daar een trainer bij die energie, lef, durf. Dat stukje wat wij ook nog graag toegevoegd willen zien, ja, die voegt dat toe. Ja, en dit moet het winning team zijn richting het kampioenschap. Na de ochtendtraining werd er geluncht en was het tijd voor het persmoment. Er werd kennis gemaakt met een aantal jeugdspelers en Mohamed Rey sprak over zijn blessure. Het is nooit fijn om geblesseerd te zijn, maar ik ben nu richting het einde van mijn revalidatie aan het werken. En dat is voor mij gewoon lekker dat ik mee kan komen naar Spanje. En gewoon met deze jongens erbij kan zijn en voor mijn herstel aan gaan werken. Om 16:30 werkte de selectie opnieuw een training van 15 minuten af. Minder lang dan onder Bogers, maar wel intensiever. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Marzars Nijmegen, F-Work, Jacques Bongers Dranken en woningbouwproject De Heikant.